Deze week bij gesprek met niveau, Diana Bloch. Zij werd samen met haar man Samuel wreed overvallen op de Amsterdamse Heemstedenstraat. Dan, mevrouw Bloch. <totstuk> mevrouw Bloch, u bent 87. Mm. U bent uh, joods. Verraden ja. in de oorlog. Auschwitz iets overleeft. En nu zit u op uw leeftijd weer ondergedoken. Ja. Wat doet dat met u? Nou, vind ik erg. Vind ik erg. Ik heb de hele oorlog. Daar ga ik ook weer. Ik kan niet meer ophouden met de Ze hebben me getrapt, geslagen. Ja, mijn buik, hebben, mijn borst hebben ze geslagen. Dat, en mijn man is blind geslagen. Het is zo gebeurd, er wordt gebeld bij mij aan de deur. En ik zeg tegen mijn man: Maak niet open, ik had zo'n voorgevoel. Mijn man doet toch open. En dan vraagt hij: Wie is daar? Ja, wij zijn van de politie. En hij loopt en geeft mij een duw ter de muur dat mijn hoofd kapot is. Bloedspoten uit mijn hoofd. En het was gloeiend heet. En toen zei de vale Jodin: Jij had in Auschwitz moeten zijn. Daar, hier die juwelen. En trok zomaar al mijn juwelen van mij. Vale, stinkende, stinkende Jodin, heeft hij gezegd daarbij. Zeg ik tegen hem: Nou, als ik dan nou niet hier had geweest, had jij mijn juwelen niet. En ik kreeg een pak slaag. Nou, ongelooflijk. En mijn man hebben ze blind geslagen met een stok. Hij kan niemand zien, hij is blind voor zijn hele leven. Ze zeiden, vuile Jodin. Uh, dat ja, is... vuile Jodin. Dat, dat is natuurlijk zwaar antisemitisch. Ja. Dus ze wisten dat hij jood was. Maar ik zou niet weten van wie, want ik ga nooit op straat. Mijn man doet alle boodschappen. Maar ik heb toch geen gezicht van een jood? Nou, niet dat ik weet. Het zat niet op mijn hoofd geschreven, ook niet voor Jodin. Nou, ik zou zeggen, als je Joodse mensen bent, iets is het toch erg dat we allemaal meemaken. Ik kan er niks aan doen. Nee, nemen. maar u bent nu eh, ondergedoken, dat bent u al eh, in uw eerder geweest in uw leven. Voor deze daders, wat waren dat voor jongens? Twee Marokkanen, meneer. Twee Marokkanen, het waren twee boeven. En die zei, hier die juwelen. En hij trok al mijn juwelen van mijn vingers af. zette dat heb jij allemaal niet meer nodig. Hier, je had in Auschwitz moeten zijn. In Birkenau. En toen zei ik tegen hem, meneer, het spijt me En dan liet ik mijn nummer zien, wat ik op mijn arm heb. Dat ik in Auschwitz was. Ik was elf jaar. Heb ik gezegd, ik was zeventien. Dat heeft mijn leven gered. En dan kreeg ik een pak slaag van Ik heb gebloed uit mijn gezicht. En ze hebben me getrapt in mijn buik. Van onder mijn buik. Mijn borsten. Alles. En mijn man hebben ze geslagen met een stok. En toen zei mijn man tegen die mensen. Slaag mijn vrouw niet. Slaag mij. En hoe meer dat hij dat zei. Hoe meer pak slaag kregen we. Waarom moeten ze ons pakken? Waarom? Ze kwamen u overvallen. Ze hebben ook heel veel gestolen. Ja. Wat was de buit. Nou... Die ze hebben, hebben 15.000 euro uit de kas gestolen. Ik had dat verstopt als ik doodga voor de onkosten. Ik moet toch geld betalen voor de onkosten? En mijn man wist dat niet. Hè? En mijn huishoudgeld hebben ze ook gestolen. En papier, ik weet niet wat ze allemaal. En al mijn kleren. Niets van mijn man. Allemaal mijn kleren, mijn ondergoed, mijn broeken, mijn jassen, zelfs mijn schoenen. Ik heb geen schoen meer aan mijn voeten. Maar, ik ben maar, maar waarom... Over, uh, gaan ze in godsnaam kleding van, van een oude dame stelen? Ja, nou, maar ik zag er jong uit hoor meneer. Ik oh. heb me altijd verzorgd als een jonge dame. Of ben ik oud, maar ik, verzorging is voor niemand nee, maar, maar Het was niet beledigend bedoeld hoor, maar het is gevreemd dat twee Marokkaanse jongens eh, met kleding van een. Ja. van een en die zei, Oh wat is het mooi, oh wat is het mooi, riepen ze over mijn kleding. Vonden ze mooi. En die zakken, zulke zakken hadden ze bij ze mee. Zulke zakken. En vullen, en vullen, mijn schoenen. Het, u kunt niet denken wat ze, En geld, mijn huis zou geld zo. En later vroegen ze: heb je nog geld? En toen begreep ik pas. Dat ik overvallen ben, het was me nog niet eens zo doorgedrongen. Deze uh, uh, Marokkanen, uh, ja, die waren... Ze zijn niet allemaal hetzelfde. Nee, maar deze twee Marokkanen deugen in ieder geval niet. Nee. Deze twee Marokkanen, die uh, hebben u overvallen, maar het was ook heel vreed qua agressie, ja. maar ook qua ja. jodenhaat. Hij had allemaal spuus in zijn gezicht. Wat honden ook hebben, die, die hoe heet het? Dat ze ziek zijn, weet je, Jan? Dat is een Hondsdolheid. Oh, voilà. Het dat waren hondsdolle Marokkanen. Ja. En toen deze, je, als je de politie werd, en toen pad hij nog revolver uit zijn zak, en dan doe ik dat bij je. En hij had het tegen mijn hersens op gedaan, tegen mijn hoofd. Ik kan nog geen honds ook niet meer. Tegen mijn hoofd gedaan, dan schiet ik je dood, hè? viser, vale, fieser, Jodin, dat je bent. Moet ik dat nou altijd horen dat ik een Jood ben? Maar deze mannen uh, wisten dus bij voorbaat, al toen ze u gingen overvallen, dat u een uh, Joodse achtergrond heeft. Uh, nee, ik ken ze niet. Nee, maar dat moeten ze wel, want ze begonnen gelijk nu voor een vuile Joodin uit te maken. Ja, natuurlijk. Maar van wie moeten ze dat weten? Van wie? Ik zou niet weten, misschien hebben ze onderzoek gedaan. Ik weet het niet. Die sigarenwinkel, die wist dat ik Joods was. Want dat hoor ik als ze uh, uh, een slaatlotter aan moet kopen. Maar ze is oh, altijd zeker voor die Joodse mensen. Allemaal spreken ze, jood, jood, jood. Ze krijgen iets in hun. merk maar nog niet zeggen. zeggen. Zeg maar hoor. Ja, ik zou wat een verlamming in hun tong kunnen krijgen. Maar ik heb zo'n pijn. pijn. Mijn maag, alles doet me pijn. Van die stampen. En dan roept mijn man, slaag mijn vrouw niet. Slaag mij. En dan, hoe meer dat ze dat zeiden, hoe meer pak slag krijgen. En al mijn geld is verdwenen. Ik ben nu een arme slemeel. Uh, dit, deze overval is ook uh, in opsporing verzocht geweest. Alleen daar hebben ze het hele antisemitische verhaal uitgeknipt. Ja, hebben ze ook gedaan. Maar waarom, waarom? Is dat? waarom is dat? Dat weet ik niet. Want het is wel duidelijk dat de daders Marokkanen waren. Dat is er ja. trouwens ook uitgehaald. Ja. Ze werden ja. licht getint genoemd. Maar ja, dat, uh, ja, dat is wel in. Ja, Maar het waren twee Marokkanen. Ik zeg niet dat ze allemaal slecht zijn. Maar die waren echt slecht. Slechte mensen. Jonge mensen, ze hadden dood moeten op, de, op de wereld moeten komen. Maar ja goed, deze, deze heren zijn ronduit antisemitisch geweest. Ja. Maar dat wordt dan niet uitgezonden op de televisie. Nee, deze heren waren Marokkanen, dat wordt dan niet uitgezonden op de televisie. Nee, dat is wel, wel heel vreemd. Ja, dat vind ik ook vreemd. Maar waarom denkt u dat dat, 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 dat stuk jodenhater eruit is gehaald? Jood, meneer, daar ben ik voor in de Auschwitz terechtgekomen. Omdat ik in de eas wist ik niet eens dat ik een Joodse vrouw, een Joods kind was. Dat, dat bestond voor de oorlog niet. Nee, maar waar, waarom zenden ze bij opsporing verzocht niet uit? Terwijl het gewoon onderdeel is van ik het daderprofiel? Weet, ik weet het niet. Ik, vond het wel, ik heb het niet gezien, hoor, meneer. Ik heb het echt de hele programma niet gezien. Maar toch is het vreemd dat de, de daders duidelijk antisemitisch zijn. Ja. En toch wordt dat niet. Benoemd in een programma dat op zoek gaat naar de daders. Ja, dat hadden ze wel moeten doen. Ja, Dan hadden jullie niet zoveel werk voor mij. Is toch zo? Maar zijn daders zijn nog steeds niet gepakt. Nee, ik zou wel zeggen, die ene had een sneeze hand en heeft heel veel bloed verloren in de keuken. Er lag een heel plas bloed. In de keuken. En toen kwam hij terug. En toen nou ga ik je lekker slaan. En dan deed hij een paar handschoenen aan. Geen meer En het waren gele handschoenen. En ik sloeg dit En het bleef maar slagen en slagen en slagen. En toen vroeg hij mij, heb jij geld? En toen kreeg ik er voor, als gek aan. Voor geld? Ik, ben, ik, ik, ik heb maar een oude weetje. Pats, weer een slag. En trappen met die voeten in mijn maag. Maar om de buik. Ik kan geen kostelet meer dragen. Ik moet lopen zo. Wat een scha Ik schaam... Wat een meneer. Ik schaam me echt dood om zo te lopen. Nou, u hoeft zich niet te schamen. Uh, het is natuurlijk wel uh, heel vreemd... Dat, dat deze mannen zo vreed zijn bij ja. oudere mensen. En getruf... Ik bedoel, een plegen is vrij ernstig. Ja. Maar dat je zo vreed bent ten aanzien van oude mensen... dat ja. deze en... mannen moeten gestoord ja. zijn. Mijn man kon niet meekomen, want mijn man is dood, doodziek... Van het slaan, wat ze hebben gedaan. Mijn man moet naar bed elke dag. Hij kan niet meer lopen. Hij heeft geen leven meer? Nee, hij nee, nee. heeft geen leven meer. En dan is hij is zo bang. Dan gaat de hele dag door. Diana, Diana, hou me vast. Hou me vast. De hele dag zit ik hand in hand. Hoe ziet uw leven er op dit moment uit? Slecht. Vindt u er ik nog heb, iets aan? Ik Ze in mijn beter kunnen doodschieten. Geloof, maar dan had ik rust gehad. Ik heb nog geen rust meer. Mijn man roept me de hele dag. Diana, ik zit naast hem. Hele dag rot die Diana, Diana, Diana. Hij is bang met te met verliezen. Diana, ik kan je niet zien, Ma maak je hand vasthalen? Ik moet je voelen. Uh, wat wil ik? Ik heb toch geen leven meer? Ik heb geen leven meer. En ik ben nu, ik heb geen rode cent meer. Deze uh, mannen waren rond het antisemitisch. Je merkt ook dat het antisemitisme steeds ja, groter wordt in Amsterdam. Ook alle Joodse organisaties worden beveiligd. Hebben Joden eigenlijk nog wel een, 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 een toekomst, toekomst in Amsterdam? Nee, je kunt, we kunnen beter allemaal dood zijn, geloof me. Er is een gaskamer bestaan in Auschwitz. Laten ze mij er ook maar in gooien. Ik heb toch geen leven meer. Ik, ik kan niet meer leven, eerlijk waar. Is het voor Joden eigenlijk nog wel veilig in Amsterdam? Nee, nee. En ik ben bang, meneer. Ik ben echt bang. Mijn moeder had beter katholiek kunnen zijn. Daar geloof ik, dan gebeurt er misschien niets. De daders ik, zijn nog steeds niet gepakt. Denkt ik, u dat dat wel gaat gebeuren? Want het is ja, wel de, augustus voor. De zijn hand is kapot. Een ja, stuk. maar. Dan ja, ja. moeten ze toch naar een dokter gaan? Moeten ze een, een pleister op hun hand doen? Gaan ze naar de apotheken? Maar dus, heeft u vertrouwen in het politieonderzoek? Ik, nou, ik vertrouw in niemand meer. Maar de politie was zo lief met ons. Want toen ze weggingen, die twee bandieten. Wij waren altijd vastgebonden en ook mijn mond was vastgebonden. Ben ik ben zo naar buiten gerold op de veranda en ik heb geroepen: help. Maar de buren daarnaast, die deden gauw een deur dicht. En de buren van de overkant had ik nooit meer versproken. En die hebben de politie gebeld. Ze dus zeiden: nee, ik durf niet te komen, want ze waren bang dat die bandieten nog in mijn huis waren. En die hebben de politie gebeld en in vijf minuten tijd was de politie daar. En ze hebben me zo gezoend. Maar ik had pijn. Ik had zo'n pijn in mijn gezicht. Van het slaan. Bent u nog bang voor deze heren die dit u hebben aangedaan? Ja, natuurlijk ben ik bang. Ik, ik slaap niet. De, die nee, zus. maar bent u bang dat ze nog een keer terugkomen? Ja. Daarom woon ik niet meer in mijn woning. Ik durf niet meer. Ik durf niet meer. Ik ben bang. En wat en ik heb gezegd, als de politie was ze. Daar komen ze me doodschieten. En mijn zoon ook. Maar hoe weten ze dat ik een zoon heb? Van wie weten ze dat? Ik zeg niet waar mijn zoon is, maar van wie weten ze dat? Dat begrijp ik niet. Ja, lijkt erop dat ze onderzoek naar u hebben gedaan. Hé, mijn hangertje, ik mis zo mijn hangertje. Dat was een goud tientje van Filamientje. En daar heb ik een ketting ook aan, hè? Maar die goud, die mis ik zo erg. En dan denk ik, dat is van mijn man. Mijn man zegt, doe dat maar aan. Je hebt niks meer, maar dat is van mijn man, dat, dat ketting. Ik zeg, Sam, ik wil het niet aan. Jawel, je draagt want je hebt niks meer aan je hals. Ik heb zo'n goede man, geloof me maar. Maar nou, kijk hoe die eruit ziet. Ik vind het uh, schrikbarend wat er gebeurd is met u. Het is echt een uh, godsbe, dat de daders nog niet zijn opgepakt. En bloed, bloed, te spot ze zo uit. En van mijn hoofd ook zo uitgesproken. Maar ik ga nou naar de kapper, je zegt er is nog een klein diktekentje op uw hoofd. Maar dus ja. te hopen dat deze mannen zo snel mogelijk worden opgepakt. en dan ja. voor altijd in de gevangenis Maar draaien. niet gewoon in de gevangenis. Ook een doen wat ze bij ons hebben gedaan. Nog een pak slaag toe. Ja, tuurlijk. Moeten ze ook doen. En ook hun ogen trappen. wat ze mijn man hebben gedaan. Mijn man is blind. Vind je dat niet erg? Mijn is man is blind. En mijn oog begint nu ook een beetje pijn te doen. van die klappen die ik heb gekregen. En ik was bond en blauw. Ik... Slaan. Ze hebben de plezier. Plezier in gehad met het slaan. Waarom? Ik ben af door de Duitsers zo geslagen. Maar de Duitsers hebben niet zo geslagen dat die Marokkanen hebben gedaan. Mag ik u danken voor dit gesprek? Graag gedaan.